De eerste KPN Marathon Cup is aanstaande. En naast een aantal nieuwe gezichten komen we ook good old Jan Maarten Heideman tegen. Die aan zijn zoveelste seizoen gaat beginnen. Ik denk 14 of zo. Oh, 16 geworden. En nog altijd de motivatie van weleer, hè? Ja, het is ook elke keer anders, dus het blijft gewoon leuk. Nou, zat je eigenlijk altijd de laatste jaren bij ploegen die je zelf een beetje geïnitieerd hebt. Nu ben je bij Husqvarna gekomen. Hoe gaat het? Ja, het is gewoon supermooi. We hebben een heel mooi team met Jan Martien als trainer en Dirk Uitenbogen als ploegleider. Het is gewoon een heel mooi bedrijf om ook voor te rijden. Ook de mensen die er zelf werken, tenminste met de X-aantal, hebben ook contact. Dat klikt heel goed. Het is een hele enthousiaste sponsor. Ja, gewoon echt gewoon een prettig, heel goed mens. Gewoon een fijn iemand die op een goede manier betrokken is bij het schaatsen. Hij gaat straks zien hoe zijn ploeg debuteert in deze marathoncup. Wat is jouw rol binnen de ploeg? Ja, proberen te winnen. Terwijl teammaatje Jens Zwitser de koers aan het openbreken is, wacht de oude Vos zijn kans af en sluipt naar voren. Na een aantal rondes in het peloton te hebben gereden, is het tijd om een aanval in te zetten. Jan Maarten krijgt Thijs Smit mee en de twee proberen te ontsnappen. Uiteindelijk belandt het duo weer in de massa. En hier blijkt dat de concurrentie in de persoon van Jellert Adema niet heeft zitten slapen. Het was de bonte bokker die zijn bamploeg met militaire precisie positioneerde. En dit bracht Jorrit Bergsma de zege. Jan Maarten Heideman werd zesde. Lekker gereden. Alleen de finale mag voor mij nog heel iets anders gaan, maar ik mag niet klagen. Deze Jorrit Bergsma, die zag ik op een gegeven moment net wegrijden. Alleen het was net naar die groep, we hadden net de aansluiting gehad. En voor mij was het mooi als ik zo mee had gekund. Maar dat, ik wil wat meer, hè. Oh ja, en dan waren er nog die dunne messen van Jan Maarten. Hoe is dat gekomen? Trap tegenaan gehad en ik heb gewoon hele dunne messen, dus die kunnen, daar moeten we wel voorzichtig mee zijn.